Hartelijk welkom allemaal bij weer een video, dit keer over 3D printen. Is het wel zo over 3D printen? Nou, eigenlijk niet alleen over 3D printen. Het gaat eigenlijk over de combinatie van dingen die je met je 3D printer maakt. En dingen die je bijvoorbeeld met je lasergraveerder maakt. In mijn vorige video, die ging over lasergraveren, maakte ik tegeltjes die ik van een afbeelding voorzag. En dan die afbeelding met poedercoatpoeder nog eens wat helderder maakte. En op die manier hele mooie tegeltjes te maken. Nou heb je zo'n tegeltje, alleen ja, wie gaat er nou zo'n tegeltje, thuis een tegel van de wand afhakken om daar mijn gemaakte tegeltje in te zetten. Bovendien moet je dan net diezelfde tegeltjes hebben, dus dat heb je natuurlijk niet. En dus is dat lastig. En dus zou het prettig zijn als je in staat bent om iets te printen waardoor je dat tegeltje als decoratie op een kastje kunt zetten. Net als dat je een fotolijstje hebt, alleen dan een soort fotolijstje voor een tegel. Een tijdje terug heb ik daar al eens een keer iets voor ontworpen, maar dat vond ik uiteindelijk toch te priegelig. En ook de printkwaliteit door de manier van printen, hele dunne lijstjes zeg maar, liet de wensen over. Want bij een dun lijstje dat gaat een beetje zwabberen. En die printer die wil dat steeds, dus je krijgt niet een recht lijstje, je krijgt een beetje een zwabberend lijstje zeg maar. Dat is niet echt mooi. Daarom dit keer even laten zien wat ik ontworpen heb daarvoor. En wat ik daarvoor gebruikt heb om dat te ontwerpen. Vervolgens, je hoort hem in de achtergrond, je hoort de printer zoomen. Een Prusa gebruiker zal zeggen, hij maakt wel erg veel lawaai. Nou, dat klopt wel een heel klein beetje. Er is een klein probleempje, maar dat probleempje pak ik voorlopig niet aan. En dat komt omdat het nog steeds de printkwaliteit niet beïnvloedt. Kijk, ik weet dat op de X-as de ball bearings, oftewel de kogellagers, die zijn defect. En dat kan je zien, overigens dat is wel heel grappig om te weten, dat kan je zien wanneer het vet wat je op die rail smeert niet meer de witte kleur heeft van in mijn geval siliconen vet, maar dat die zwart begint te worden. Dat betekent dat de olie lekt uit de kogellager, zeg maar. En dat betekent een defecte kogellager. Er zit een andere downside aan, maar ik weet eigenlijk al zeker dat dat al lang gebeurd is. En dus maak ik me er niet druk op, want als die kogellager kapot is, gaat die ook zeg maar krasjes vormen op de rail waar die op loopt. En dat zal die rail ongetwijfeld al hebben, dus het heeft geen enkele zin om nu met een heleboel haast, een heleboel paniek die kogellagers te gaan vervangen. Dat heeft helemaal geen zin, want wanneer ik ze ook vervang, ik zal uiteindelijk ook die rail moeten vervangen. Waarom doe je dat nu niet, zeg maar? Want uiteindelijk kun je wel aan die materialen komen, dat is het probleem niet. Nou, eigenlijk omdat het een enorme baan is om die printer bijna helemaal uit elkaar te moeten halen, om die kogellagers te vervangen. Bovendien, als je dat al gaat doen, heb ik zoiets, dan wil je ook de kogellagers van het bed vervangen en ook die van de eiassen vervangen. En dat betekent dat eigenlijk die printer bijna helemaal uit elkaar moet. En dat is een enorme baan. En waarom zou je dat doen? Als je nog steeds een goede kwaliteit print verkrijgt. En dat gaan we straks dan ook zien. Ik ga je niet het procedé van het maken van die tegel laten zien. Dat was in de vorige video. Maar ik ga wel laten zien hoe je dus iets kunt creëren in feite waarbij je die tegel tentoon kunt stellen. Ik hoop dat je het alvast leuk vindt. We gaan naar de computer toe. Zo, hier zijn we dan in Tinkercad. Tinkercad zou je zeggen. Tinkercad is toch eigenlijk een beetje de speeltuin voor het ontwerpen. Nou, het grappige van het verhaal is, ja, je hebt gelijk. Echt professionele programma's zijn programma's als Fusion 360 en dat soort dingen meer. Maar die hebben ook een hele steile leercurve. Dat zeg ik niet mee dat ik daar niet mee kan werken. Alleen, ik hou van eenvoud. En zeker voor eenvoudigere ontwerpen kan Tinkercad zeer verfrissend zijn. Nou, wat doe je eigenlijk? Je ontwerpt dus iets wat zeg maar is om die tegel in te zetten. Vandaar ook die schleuf. Dus het is in feite een rechthoek, 1 centimeter hoog. En ik heb hem 16 centimeter breed gemaakt. Waarom 16 centimeter? Nou, dat is heel eenvoudig. De tegel is 15 centimeter. En dus is de sleuf hier in het midden, die, en dan moet ik even gokken, ik dacht dat die 7 millimeter breed was, of diep was, zeg maar. En dan in de breedte 15 centimeter. En waarom? Dat is die grootte van die tegel, 15 bij 15. Aan de achterzijde van het object wel daaraan vastgemaakt. En als je niet weet hoe je dit moet doen, ga dan gerust eens kijken in mijn playlists.
Want daar staat een playlist over het werken met Tinkercad in. En ja, Tinkercad is gewoon ideeën omzetten. Je moet een idee hebben, een idee zet je om. Nou, wat ik gedaan heb is in feite rechthoekjes. Die lang genoeg zijn, zodat ze ook wat steun aan de achterzijde hebben. En die heb ik zeg maar gelijkmatig verdeeld over het object. Keurig uitgemeten waar ze moeten komen staan. Vandaar al die kleine streepjes hier op dat werkbed van Tinkercad. En daarop heb ik in feite een driehoek die ik zeg maar heel lang gemaakt heb. Zodat die tegel zeg maar rust met zijn bodem hierin. En met zijn achterkant tegen die driehoek hieraan. Ik heb hem een 10 centimeter hoog gemaakt. Dat is dus meer dan de helft van die tegel. Zodat hij niet er overheen kan klappen. Maar ook niet hoger dan die tegel. Want dan ga je hem straks zien. En je zult dat zo meteen zien. Want ik heb er natuurlijk al wat klaar. En bovendien is er nu eentje bezig om af te gaan komen. En je zult zien dat dat er heel fraai uitziet. Want aan de voorkant is het enige wat je gaat zien als je naar die tegel kijkt. Is zeg maar de onderzijde van de basis. Dat is die 1 centimeter hier hoog en 16 centimeter breed. Daarmee kun je zeg maar tegels heel mooi op een kastje plaatsen. Of in een vitrinekastje plaatsen. En als je dan een mooie afbeelding hebt, dan ziet dat er natuurlijk ook nog eens een keer heel erg fraai uit. Printtijd van dit geheel, ongeveer 3 uur, 3 kwartier met een Prusa i3 MK3. Mijn Prusa i3 MK3 heeft inmiddels al 685 geslaagde prints op zijn ruggetje. Het is werkelijk, ik kan niet anders zeggen. Natuurlijk, ik hoor wel eens mensen die zeggen, van ja, maar je hebt in China veel goedkoper. Ja, dat klopt. En misschien dat je er ook wel in slaagt om zoveel prints te maken, maar ik kan je vertellen, de kwaliteit van een echte Prusa is toch wel een heel bijzondere aangelegenheid. Maar goed, iedereen zijn ding, geen probleem. Dit is wat ik ervoor ontworpen heb. Nogmaals, printtijd 3 uur, 3 kwartier met normale Prusa settings, zonder extra snelheden en dat soort dingen meer. Ik gebruik een zwart filament met wat goudkleurige glitter erin om dat te maken. En dan ga ik je zometeen het resultaat laten zien. Ik ga je eerst even een stukje laten zien terwijl het printproces in gang is. Nou, hier is de printer dan bezig. Het is een beetje donker, vandaar alle lampjes en verlichting. Het is slecht weer buiten. De printer wordt overigens bij mij aangestuurd door een Raspberry Pi. Met daarop Octoprint, zodat je zeg maar bijvoorbeeld ook van allerlei dingen kunt doen, zoals screenshots maken. Of monitoren vanuit een andere ruimte bijvoorbeeld. Bovendien is dat prettig, want dan kan ik via wifi er mijn objecten naartoe sturen. En hoef ik niet het SD-kaartslot te gebruiken, want dat is wel een van de zwakkere plekken van deze printers. Zo'n 3D-printer, daar moet je natuurlijk voorzichtig mee omgaan, maar dat wist je natuurlijk al. Ik ga hier even dat stukje laten zien van die kogellagers, dat zwart. En als je goed kijkt in de hoek van dat van bovenste balkje, dan zie je dat zwart kleurig smeersel is. En dat zegt iets over die kogellagers. Als die klaar is, dan kom ik bij je terug. Dan ga ik je laten zien hoe die eruit ziet. Maar met name hoe die eruit ziet als je er een tegel op hebt staan. Tot zo. Nou, hier is dan het resultaat van de tegelhouder. Keurig in één print. Geen supports nodig, niks, geen onzin. En daarin komt dus de tegel te staan. En dat gaan we even doen. Want ik heb hier zo'n tegel. En zie hier de tegelhouder zoals gemaakt. Ik hoop dat je het leuk vond. Ik heb gezien dat ik zeg maar nog niet een video gemaakt heb hoe ik deze tegels met poedercoat poeder doe. In de andere video die ik gelinkt heb eerder in deze video zijn het namelijk andere tegels. Dat zijn tegels voor een sublimatietechnologie. En dit zijn eigenlijk gewone tegels zoals je ze in de badkamer zou plaatsen. Gewoon echt glanzende witte tegels. Ik zal daar dus nog een video van gaan maken over hoe we dat gaan doen als je daar met poedercoat poeder het resultaat wilt gaan maken. Ik hoop dat je het leuk vond. Tot de volgende keer. Dag.